En zo gaan de deelnemers de bocht opzoeken, de laatste bocht. En de leiding is in de handen nog altijd van Harin F. Boko. Harin F. Boko, het ziet er allemaal heel makkelijk uit. En de rijder kijkt ook nog een keer over de schouder wat er achter hem ligt. Ziet daar al een hele tijd Flair Lady Derf als tweede liggen en Zadok Vond als derde. En Guilaine ligt er mooi bij als vierde met Heuwings Win-Win als vijfde en Diamond SL als zesde. Ze gaan de paarden de bocht door en inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. En daar komt nog een keer de aanval van Flair Lady Derf. Die heeft een werelddag vandaag, maar de favoriet is hij nog altijd niet voorbij. Paarden zijn in de laatste rechte lijn. Harin F. Boko, buitenkant Flair Lady Derf. Helemaal aan de buitenkant komt nu Guilaine. Daar komt ook aan Heuwings Win-Win. De favoriet is er nog niet. Harin F. Boko heeft nog altijd een lengte. De rest probeert het wel. Daar komt van zijn rug af Zadok Vond. Gaan op weg naar de streep. Harin F. Boko heeft nog altijd voordeel. En houdt ook voordeel. Hij wint weer. Harin F. Boko. Tweede Zadok Vond. Derde plaats Heuwings Win-Win. En vierde Guilaine. De uitslag is officieel. De 10 wint in 1.19.5. Kijk, dan gaan we Harin F. Boko huldigen, dames en heren. Deze vijfjarige zoon van Varen uit Tempel Boko. Duits gefokt, maar natuurlijk gewoon voor de Flevo Farmen, de Boko Stables. Eigendom van stal PD. En Peter Delis krijgt nu een hand. En Bas Krebas de trainer en Dennis Middelman vandaag de rijder. En deze Harin F. Boko wint al voor de negende keer dit jaar. Dat is het paard wat het meest heeft gewonnen in Nederland. En er ligt een prachtige sierdeken namens de Suikerunie over de rug van Harin F. Boko. Start over 12 minuten. En Mark Verhulst moet erbij even vasthouden. En als Dennis nog een stukje terugdraait, kunnen we nog iets aan hem vragen. En natuurlijk ook mooi voor de Fokker, de Flevo Farm, dat ze hier een prachtig boeket hebben gegeven. En dat is mooi dat dit paard er wint. Dennis, je moest een stukje natuurlijk door het derde spoor, maar toen je aan de kop lag, zag het er eigenlijk tamelijk eenvoudig uit. Ja, het was ook heel eenvoudig. Ik heb de proppen getrokken voor de zekerheid, maar hij wint het eigenlijk heel eenvoudig. En dit paard, bedoel, hij heeft nu dit jaar 9 keer gewonnen. We blijven gewoon, neem ik aan, lekker doorkoersen. Ja, ik denk wel dat dat het plan is. Zolang hij gezond en vrolijk blijft zoals hij nu is, dan zullen ze gerust nog een beetje naar doorgaan naar Wolven gaan. En dan kan hij deze winter nog zijn 10e zeker halen? Makkelijk. De vorm waar hij nu in is, dan moet dat kunnen. Kijk, dames en heren, geeft hem een groot applaus. Dit is Middelmanus vandaag achter deze Harin F. Boko. En zij winnen de grote Suikerunieprijs, het hoogtepunt van deze dag. Nu stapvoets door het band. En daar wordt het gelijk een stuk rustiger van. Nou, prachtige bandenstart. En de deelnemer uit de tweede band, die heeft een hele fijne start. Want die mocht alleen beginnen. Die ligt al aan de start van het veld. En de leiding wordt genomen door Heuwings Win-Win. Heuwings Win-Win pakt de kop. Daarachter op de tweede plek ligt Iristof Blue. En de derde plaats daarachter is voor Zadok Vond. Galoppade in het veld van het paard van Sietske de Vries. Conny Caria, die valt daardoor terug. Paarden gaan de eerste bocht in. Uitgeschakeld nummer 1. Nummer 1 galop. Leiding is daar in handen van Heuwings Win-Win. Heuwings Win-Win die wordt als een schaduw gevolgd door Iristof Blue. Derde plaats daarachter is voor Zadok Vond. Vierde is Diamond SL. De eerste paard dat aan de buitenkant naar voren gaat is de favoriet, Harin F. Boko. Harin F. Boko zet aan de buitenkant. Giel Wildhagen gaat achter hem aan met Flair Lady DF. Daar ging Zadok Vond naar de buitenkant. Daardoor moet Harin F. Boko nu 3 dik. Dat was niet helemaal de bedoeling. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Gaat vrolijk voor door naar voren, Harin F. Boko, maar Zadok Vond gaat voor hem uit en die neemt de leiding nu over. Zadok Vond de nieuwe leider, dan Harin F. Boko, derde is nu Heuwings Win-Win en vierde aan de buitenkant Flair Lady DF. Daarachter op de vijfde plek aan de relingzijde Iristof Blue.
Hekkensluiter op dit moment is Jojo Harley. En zo ronden de paarden de bocht. Komen ze zo meteen weer in de rechte lijn voor de tribune. En de favoriet valt aan de buitenzijde. Wil de leiding graag overnemen. Arenef Boko naast Sadok Vond. Maar die geeft partij aan de binnenkant. En die twee paarden komen naast elkaar de rechte lijn voor de tribune weer in. Gaan straks het startpunt passeren. Dan nog één volledige ronde. En Arenef Boko heeft de leiding nu overgenomen. Arenef Boko de nieuwe leider. Flair Lady Dare vliegt nu tweede aan de buitenkant. Derde aan de relingzijde is Sadok Vond. En vierde ook aan de relingzijde. Heuing Win-Win. Vijfde aan de buitenkant daarnaast. Marciano Hauber die een mooie positie heeft met Guy Lerne. Ligt er prachtig in. En daarachter aan de relingzijde volgt Iristof Blue. Jojo Harley ligt laatste. En de voorlegste plek aan de buitenkant is voor Diamond SL. Kilometertje te gaan nog. Het klinkt niks als je het snel zegt. En de paarden gaan de voorlaatste bocht in. En de leiding is in de handen van Arenef Boko. Arenef Boko mag het tempo zelf bepalen. Houdt aardig tempo. Daarachter op de tweede plek aan de buitenkant. Gaat wel proberen dichterbij te komen. Flair Lady DF. Daarachter aan de relingzijde Zadok Vond. Daarachter volgt dan aan de buitenkant Guy Lerne. En dan aan de relingzijde Heuing Win-Win. Nummer 2 galop en onregelmatig. De 7 gaat eruit. Galop en onregelmatig. Heeft wat moeite met de gangen. En die is er dus uit. Ligt aan de start van het veld. En zo gaan de deelnemers de bocht opzoeken, de laatste bocht. En de leiding is in de handen nog altijd van Arenef Boko. Arenef Boko, het ziet er allemaal heel makkelijk uit. En de rijder kijkt ook nog een keer over de schouder wat er achter hem ligt. Ziet daar al een hele tijd Flair Lady Derf als tweede liggen. Zadok Vond als derde. En Guilaine ligt er mooi bij als vierde. Met Heuings Win-Win als vijfde en Diamond SL als zesde. Ze gaan de paarden de bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. En daar komt nog een keer de aanval van Flair Lady Derf. Die heeft een werelddag vandaag. Maar de favoriet is hier nog altijd niet voorbij. Paarden zijn in de laatste rechte lijn. Arenef Boko, buitenkant Flair Lady DF. Helemaal aan de buitenkant komt nu Guy Lerne. Daar komt ook aan Heuings Win-Win. De favoriet is er nog niet. Arenef Boko heeft nog altijd een lengte. De rest probeert het wel. Daar komt van zijn rug af Zadok Vond. Gaan op weg naar de streep. Arenef Boko heeft nog altijd voordeel. En houdt ook voordeel. Hij wint weer. Arenef Boko. Tweede is Zadok Vond. Derde plaats Heuings Win-Win. En vierde Guy Lerne.